Goedemiddag samen. Ik zie dat er nog een aantal mensen aan het binnenkomen zijn, dus we gaan misschien nog heel eventjes wachten. Ondertussen, Mario, zie ik dat uw hand opgestoken is. Dag Mario. Ik wacht misschien nog een klein minuutje en dan kunnen we starten. Goedemiddag. Ja, we gaan er aan beginnen. Zij die te laat zijn, dat is jammer. Multiresidentieel optimalisatie van installaties met Combilus is het onderwerp voor vandaag. Bedankt om jullie zo massaal in te schrijven. We gaan er proberen er zoiets interessants mogelijk van te maken, uiteraard. Maar laten we zeggen, optimalisatie op het gebied van die waterzijdige inregeling. En wat is de insteek van dit webinar? De insteek is dat we daar heel veel vragen rond krijgen. En dat zijn vragen die we krijgen tijdens alle fases van het project. Hè. Dus laten we zeggen van bij het concept dat er ons gevraagd wordt van oké, hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat die installaties correct waterzijdig ingeregeld zijn om dan ja, een aantal zaken te gaan bekomen zoals een verbeterd comfort of een hoog comfort, maar ook naar energieefficiëntie en zo. Dus wat dat betreft, onze insteek is de bedoeling vandaag om onze insteek daar een beetje in mee te geven. Zowel bij uitvoering krijgen we daar af en toe al een keer vragen rond van studiebureaus bijvoorbeeld. Die zeggen, oké, wij hebben nu in dat project dit station dat voorgesteld geweest is door de installateur. En dan in latere fase, na opstart van de installatie, als er dan eventueel zich wat problemen voordoen op verschillende niveaus, of dat er wat vragen beginnen te rijzen op verschillende niveaus, dan wordt er ons ook vaak, laten we zeggen, advies gevraagd, zeker rond dat inregelings- of dat hydraulisch aspect. Dus dat is een beetje de insteek. Mijn naam is Jeffrey Werks, die mij nog niet kennen. Ik ben technical manager bij IMI sinds januari 2019. En voordien al een achttal jaar ervaring in de HVAC al, dus een tiental jaar in totaal. Mijn taak bestaat eruit, ik krijg een juiste melding binnen dat er iemand mij niet hoort. Zijn er nog die mij niet horen? Misschien even het melden via de questions of de handjes omhoog, mochten jullie mij niet horen. Wim, dan denk ik dat bij u ligt, van ik zie hier binnenkomen dat alles oké is. Dus dat ziet er op het eerste gezicht goed uit. Kan misschien wel een kleine ingreep doen dat het beter gaat zijn. Dat is goed dat je me dat meldt. Misschien dat het hierbij beter gaat zijn. Voilà, nu zou het geluid moet een stukje beter zijn, normaal gezien. Enfin, mocht het niet lukken. Misschien een keer even uitloggen en weer inloggen en dan komt het over het algemeen wel goed. Dus mijn taak bestaat eruit om opleiding te geven, intern en extern. Ik begin vaak met de zin, kennis delen zit in ons DNA. En natuurlijk, we hebben ons enorm moeten aanpassen met COVID, zoals iedereen. Maar we proberen de continuïteit in die opleiding te garanderen onder de vorm van webinars. En we zien alleen nu getuige ook het aantal inschrijvingen van vandaag, dat daar wel wat succes kent. Daarnaast ook interne opleidingen voorzien. Dus alle nieuwe producten die worden eerst via mij, dan de opleiding gegeven en dan naar de collega's. Opvolging van technische dossiers samen met mijn collega Adil.
Dus als er na verkoop technische dossiers binnenkomen, dan is dat ook voor mij een stukje product management, of het is te zeggen een stukje de vragen beantwoorden van het hoofdkwartier in Zwitserland. Dat is een beetje de introductie, of mijn introductie. Een aantal afspraken op voorhand. Zij die de eerste keer een webinar volgen, je kunt via het GoToWebinar-platform, dus dat controlepaneeltje dat jullie daar hebben, als dat niet uitgeklapt staat, dan kun je op het wit pijltje in het oranje bakje drukken en dan heb je het volledige controlepaneel van GoToWebinar. Via die manier kun je mij vragen stellen. Dus ik denk dat in Nederlands als vragen aangeduid staat of questions. Dan, een aantal hebben het al gedaan ondertussen, kun je via de questions box mij een vraag stellen. En dan zal ik er ofwel onmiddellijk op antwoorden, ofwel dan spaar ik die vraag tot op de Q&A-sessie op het einde van het webinar. Een tweede mogelijkheid om mijn aandacht te trekken of om ja, misschien uw vraag live te kunnen stellen, is uw handomhoogsteking, dus raise hands functie. Dat is door op het handje te drukken en zo kunnen wij ook ja, mijn aandacht trekken, laten we zeggen. Hè. We gaan dan misschien een keer proberen om te zien ook of dat jullie mij allemaal goed horen. Dus als je allemaal een keer even de handje wil omhoog steken, ja, ik zie dat dat lukt. En ik hoop, Wim, dat dat voor u ondertussen ook lukt. Dan ga ik even kijken of dat Wim er nog is. Wim is er nog. Ik hoop dat het voor u lukt, Wim. Ik zie ook dat mijn collega Adil aanwezig is en ik ga proberen om die nu even een andere functie te geven. Voilà, Adil, bij deze zijn hij klaar om eventueel mee te presenteren. Haha. En dan de Q&A, zoals ik zei, die volgt op het einde van de sessie. Ik ga jullie morgen komt er eigenlijk een automatische mail vanuit het GoToWebinar-platform, waarin dat je de opname van dit webinar gaat kunnen herbekijken. En ik ga jullie ook de presentatie of de PDF van de presentatie bezorgen, dat als naslagwerk verder kan gebruikt worden. Ik zou graag even kennis maken met jullie, want alles draait natuurlijk rond verwachtingen. Probeer in één woord in de question samen te vatten, en ondertussen testen we die functie ook een keer. Probeer in één woord samen te vatten wat jullie vandaag verwachten van dit webinar. Dat zou misschien een beetje creatief moeten zijn, om dat in één woord te kunnen doen. Dus bij uitbreiding mogen dat drie woorden zijn, maar probeer dat kort samen te vatten. Wat verwachten jullie van dit webinar? Is dat kennis over die waterzijdehindregeling, is dat kennis rond de ATG-EA-testen, is dat, want daar wil ik op voorhand toch even wat duidelijkheid in. Ja, Dirk, schitterend. Ja, schitterend. Oké. Tot nu toe kan ik nog op alle verwachtingen antwoorden of zit het verweven in de presentatie. Dus dat is goed. Nee, om daar even heel duidelijk over te zijn, ik ga weinig ingaan vandaag op Hans het TPB-verhaal daar rond, waar dan kunnen we eigenlijk naar Hans een dag over spreken. Sorry Benjamin, ik ga weinig ingaan op gelijktijdigheid. Ik kan dat wel kort even aanhalen, maar er zijn eigenlijk veel verschillende manieren om die gelijktijdigheid te gaan benaderen. Dus gaan we dat ook niet te uitgebreid bespreken, gaan we kort even bespreken. Maar de meeste van jullie opmerkingen zit vrij verweven. Dan ga ik nog juist via de polls, en dan hebben we dat ook een keer getest, een vraag stellen hoe bekend u bent met dit type installaties. En dan mag je van jezelf aangeven, ik ben een absolute leek, ik heb een basiskennis, ik heb een gevorderde kennis of ik ben een expert. Ik zie dat dat heel vlot en heel snel gaat. Dus dat is goed. En nu gaat het overwegende aspect naar basis. Ik ga jullie dat straks ook even tonen. Er zijn nog een aantal die nog niet geklikt hebben. Ik wacht nog 10 seconden. Mocht het niet lukken, dan kunnen we even dat groot scherm in een kleiner scherm terug gaan reduceren. En dan lukt het normaal gezien wel. Dat is een bug die soms opdaagt in het GoToWebinar. Goed, dan ga ik deze afsluiten en dan ga ik de tweede vraag. Hoe bekend bent u met hydraulische balans? En ook daar zou ik zeggen, je moet niet te bescheiden zijn.
Ze gaat daar van absolute leek. Ik ken niks. Ik weet niet wat de kv-waarde is in extremis. Of ik ben expert. Dus natuurlijk niemand die van zijn eigen durft zeggen dat hij expert is. Dat zie ik al. Ja. Goed, ik wacht nog een vijftal seconden en nu kwam de antwoord heel snel binnen. En ik wou dat even doen omdat de groep vrij groot is en omdat ik jullie ook even wil aantonen dat de groep vrij gevarieerd is. Dus het is daarom, ik ga bij deze dit afsluiten en dan ga ik jullie tonen de antwoord op de eerste vraag. Dus 67% van de aanwezigen zegt daar dat er een basiskennis is en 33% gevorderd. Voilà, en dan bij de tweede vraag hebben jullie jezelf zo ingeschat. Dat is een beetje op een schoolse manier dat ik dat nu benader. Maar goed, 64% heeft een basiskennis en 36% heeft een gevorderde kennis over dat waterzijdig in de regio. Oké, voilà, dan ga ik weer wegsteken. En daarbij hebben we de introductie gehad, of toch de start van ons webinar. De inhoud van vandaag, ja, iets verder introductie zijn. Daar ga ik in een combibus gaan kijken, zodanig dat we weten over wat dat we aan het spreken zijn. Wat is een combibus? Hoe wordt dat benaderd? En wat zijn de verschillende mogelijke systemen? Dan gaan we kijken naar dat waterzijdig in de regio. En voor mij moet echt de hoofdbrok zijn van vandaag, omdat daar ja, naar ons toe dan het meeste vragen overkomen. Gaan we een stukje daarin ook verweven hebben hoe dat we de retourtemperatuur kunnen onder controle krijgen of verbeteren. En dan gaan we kijken naar drukbehoud. Jullie weten, hey, IMI bestaat uit drie merken, waar de Pneumatex ook een deel van is. En dan te eindigen met de conclusie. Normaal gezien rond 2 uur ronden we af of zullen we afsluiten. Naar de introductie toe en dan onze nieuwe slagzin binnen IMI, een beetje toegepast op het systeem waar we vandaag over spreken. De slagzin is smart comfort for everyone. In principe, dat zijn 4 woordjes, maar er zit daar heel veel in. Smart gaan we gaan kijken naar energie-efficiënt. Gaan we gaan kijken naar wat is voor een installateur nu de vlotste of de eenvoudigste manier om die installatie te gaan doen. Wat is de installatie? Hoe kunnen we installaties afleveren met een zo kleine mogelijke vorm van interactie? Dat is voor mij het gedeelte smart. Het tweede gedeelte, ja, comfort. Als ik discussieer met studiebureaus, dan is dat hetgene dat ik altijd door naar boven kom. Daar doen we het voor. Comfort. We proberen daar zo correct mogelijk te zijn. Nu, we gaan ook zien, dat zit hier ook een stukje vandaag in verweven. Als we naar retourtemperaturen gaan kijken, of we gaan naar temperatuurregimes gaan kijken voor radiatoren, ja, uiteindelijk daar de impact zal op het comfort zijn. Hoe kunnen we dat garanderen, ook in dit type systemen? En dan voor iedereen, en dan bedoelen we ook werkelijk voor iedereen. Als je dat heel lokaal gaat gaan kijken in een gebouw en de waterzijdige balans is niet oké, dan gaat madamken op het gelijkvloers veel contenter zijn qua comfort dan madamken op de bovenste verdieping. Maar algemeen willen we ook zoveel mogelijk mensen die luxe kunnen geven. Door ja, dat ook op een economische manier dus te kunnen aanbieden. Dat is, ja, zoals ik zei, zit er heel veel in dat één zinnetje. Dan een introductie en dan bekomen we met onze merken Pneumatex, Heijmeijer en TA. Wat is een combibus? We gaan vandaar het starten in dat ik jullie de basistheorie ga geven van combibussystemen, maar toch even gaan schetsen wat dat is. Een combibus is een collectief warmteverdeelsysteem dat zowel voor sanitair warm water als ruimteverwarming dienst doet. Dus de warmte wordt dan afgegeven van het collectief of primair systeem naar de individuele afleversets. En dat kan een warmtewisselaar zijn of een opslagvat. Daar komen we straks nog even op terug. Maar het belang is, ja, die opwekker, die bron, dat kan verschillende zaken zijn. Dat kan een warmtenetwerk zijn, dat kan stadsverwarming zijn. Wat dat dan een warmtenetwerk is. Dat kan een warmtepomp zijn, zoals ik van iemand onder jullie al aangegeven kreeg. Dat kan een combinatie zijn van bronnen, een warmtepomp met een zonnepaneel. Dat kunnen verschillende zaken samen zijn. WKK's, noem maar op, dat kan van alles zijn die eigenlijk collectief voor één gebouw. Ik heb ook al installaties gezien. Waar dat de kleine wijksken op die manier voorzien wordt, waar dat grote wijken op die manier voorzien worden. Maar wat dat er dus lokale productie is en wat dat er
Ook dan lokaal in de appartementen of in de gebouw, in de wooneenheden zal sanitair warm water gemaakt worden. Op de verschillende manieren. Daarin zijn er, dan ga ik vrij snel in de theorie er rond, drie werkingsmodus. En als we dat gaan bekijken, als we ook ATGE-attesten en zo bekijken, dan zijn er, wat dat watertemperaturen en wat het debieten primair betreft, zijn er eigenlijk drie werkingsmodus of drie werkingsmomenten dat gaan bekeken worden. Dat is één, de werking te behoeven van ruimteverwarming. Dus dat is het gebouw in zijn totaliteit bekeken. En dan natuurlijk bij die maximale omstandigheden zijn de minimale buitentemperatuur en binnentemperatuur natuurlijk. En het vermogen in functie daarvan zal dan de watertemperatuur gaan bepalen. Dan een tweede modus is tijdens werking te behoeven van sanitair warm waterproductie. En het is daar dat er dan een beetje een moeilijkheid in komt in die systemen. Maar zuiver in de theoretische benadering, zoals in die gelijkvormigheidsattesten, spreken ze over drie modi. En de tweede modus daar is dat sanitair warm water of die productie daarvan. En dan natuurlijk een laatste fase, stilstand. Waarom is dat de belangrijke fase? Omdat als je bij stilstand dus geen circulatie hebt, dat wil zeggen in de zomer bijvoorbeeld, en er wordt niet gedoucht of er wordt geen sanitair warm water gevraagd, ja, dan gaat de installatie eigenlijk niet draaien. En dan moet je er natuurlijk voor zorgen, naar Legionella en zo toe, dat er een voldoende hoge temperatuur altijd beschikbaar is, laten we zeggen aan de voeten van de stations. Dus dat zijn de drie werkingsmodi, maar in realiteit ga je altijd verschillende verhoudingen hebben, want je hebt een variërende verwarmingsbelasting en sanitaire vraag. Uiteindelijk gaat die verwarmingsbelasting nogal op gelijkaardige momenten vrij stabiel zijn. Alhoewel, je hebt ook altijd een noord- en een zuidkant aan een gebouw. Maar goed, dat is vrij stabiel. Maar die sanitaire vraag, ik hoef het jullie niet duidelijk te maken, dat is enorm, enorm, enorm variabel. En daar is er soms vaak een lijn in te trekken. Denk maar aan studentenquoten, waar je dan iets meer gelijktijdigheid kan hebben, omdat die studenten allemaal tegelijkertijd douchen, in theorie, 's nachts te vijf of zo. De donderdagnacht. En ik denk aan andere gebouwen, waar je misschien een verschillend publiek hebt, een gevarieerd publiek, waar dat de sanitaire vraag soms de ganse dag door is. Dus dat is een beetje, maar in het algemeen, het is nu in het algemeen altijd verschillende verhoudingen. En daarom wordt er bij simulatie van dit soort systemen een gelijktijdigheidsfactor in rekening gebracht. En ik heb ook al gezien dat er daar iemand een vraag rond stelde. Dus inderdaad, die gelijktijdigheidsfactor zal natuurlijk daar een stuk voor dienen. De systemen. We hebben een, wat we dan hier noemen, een klassieke collectieve installatie. En dit is nu iets dat ik genomen heb uit een aantal handleidings, laten we zeggen, van 2TCB. Dus ik probeer daar de verwoording gelijk te houden. Dus een klassieke collectieve installatie zien jullie onderaan de opwekker met dan een buffervatje, met een boiler. Maar daar hebben we nog altijd, in dit geval hebben we nog altijd vijf stijgleidingen. We hebben vijf stijgleidingen, twee voor het sanitair, dus een sanitaire loop. En dan hebben we verwarming en dan hebben we koud water dat naar boven getrokken wordt. Dus vijf. Dat zijn leidingen in de stijgkolommen. Het tweede, dat is met of aan de hand van een platenwisselaar, een platenwarmtewisselaar, waar je dus eigenlijk uw verwarmingswater gaat oversturen om dan aan de andere kant uw sanitair warm water te gaan bereiden. Dus dat is de opstelling wat ik eigenlijk het meest zie gebeuren. Dus dat zijn die platenwarmtewisselaars, waar je uw warm water gaat gaan gebruiken, dus eigenlijk uw verwarmingswater gaat gaan gebruiken over platenwisselaar en op die manier het sanitair debiet gaat gaan creëren. Meest gebruikte, denk ik, correct me if I'm wrong, is de enkele platenwisselaar, waar dat je dan inderdaad een opsplitsing gaat maken voor uw sanitair. Sommige stations, en dat wordt af en toe ook wel een keer gevraagd, hebben een dubbele plaatwisselaar, waar je dus eigenlijk ook uw verwarmingsafgifte volledig gescheiden gaat houden van uw primair water. Dus dat kan ook.
En een derde is een satelliet boiler, zodat er dan ook lokaal nog een stukje extra warmte klaargezet wordt voor dat sanitaire verbruik. En dat is eigenlijk om een stuk ja, het comfort daar te kunnen verhogen. Omdat we zien in die platenwarmtewisselaars zit je soms beperkt in die piet. Het is te zeggen, je moet daar geen appartement met twee badkamers en een regendouche van 24 liter aan aanhangen. Bijvoorbeeld. Er zijn oplossingen voor, maar een satellietboiler. Ik denk, en ik zeg het, spreekt mij tegen als ik verkeerd ben, dan een platenwarmtewisselaar, een enkele met een enkele, dat die het meest zal geplaatst of gebruikt worden. Dit om even het systeem te gaan inkaderen voor het verder verloop van de presentatie. Waterzijde hinderregel. Eerst en vooral nog even terugkomen op de vijf. Sleutels, onze vijf sleutels. Zij die al presentaties van mij gevolgd hebben, ja, van hun denken dat dat soms met tot vervelend toe is, dat ik die vijf sleutels naar jullie oren zwier. Maar waarom zijn ze zo belangrijk? Omdat we zeggen, met die vijf sleutels kun je één comfort gaan verhogen en kun je de energieefficiëntie van je installatie zo hoog mogelijk houden en ga je alle andere problemen, hydraulische problemen die er soms ontstaan, zeker gaan vermijden. De vijf sleutels respecteren en garanderen zorgt voor een verbeterd energieverbruik in die niet ingeregelde installaties dan van 30%. En we weten dat wij in de verwarming en in het sanitair dat wij een enorme impact hebben op totaal energieverbruik. Dus daarom zijn die vijf sleutels zo van belang. Sleutel nummer 1. Het ontwerpdebiet moet beschikbaar zijn voor alle intunes bij vollast. Dus laten we zeggen dat we over een school springen, een school met 100 radiatoren, dat is wel een uitgebreide school, maar goed. Op het moment dat er daar een nachtverlaging geweest is en alle radiatoren staan in vraag, alle thermostaatkoppen staan open en alle regelkraan staan in vraag, wel, dan moet je ervoor zorgen dat er overal een hydraulische balans is. Of dat alle intunes dus die vollast krijgen. Als we niks qua inspanningen doen, dan gaat de leiding verliezen voornamelijk en de verschillen tussen de afgifte-units onderling gaan er dan voor zorgen dat er een onbalans is en die onbalans zorgt voor verschillende problemen. Dus sleutel nummer 1. Sleutel nummer 2, en dat is een belangrijke, en dat is ook een belangrijke, zeker als we spreken over die satellietstations. De verschildruk over de regelkranen die moet zo stabiel mogelijk zijn. We zitten in een variabel debietsysteem, we zitten in variabele opvoerhoogtes dus eigenlijk ook in ons systeem. Dus hebben we over die regelkranen variabele verschildrukken. Die variabele verschildrukken die kunnen verschillende gevolgen hebben of verschillende problemen als gevolg gaan hebben. Een derde, debiet moet compatibel zijn. Dus dat spreek ik over, in ons geval over de platenwisselaars. Waar dat ze samenkomen of scheiden, maar dan spreek ik ook over eventuele bypassen die voorzien worden, eventuele evenwichtsflessen, noem maar op. Dus we moeten ervoor zorgen dat er geen overdebiet is ten opzichte van het primair debiet, omdat je anders weer problemen krijgt ter hoogte van die temperatuur. En dan de statische druk die zo constant mogelijk is. Dus we weten in systemen gaan we opwarmen en afkoelen en in functie van dat opwarmen en afkoelen gaat ons water gaan uitzetten en inkrimpen. Maar we moeten ervoor zorgen dat de statische druk op de hoogste punten altijd zijn minimum heeft om indringen en aanzuigen van lucht te gaan voorkomen. En ten tweede, om cavitatie in onze regelkraan te gaan vermijden. Dus die statische druk is ook van supergroot belang in de installaties waar we vandaag van spreken. En dan ja, misschien de meest banaal, maar het systeem moet proper zijn en volledig ontlucht. Meest banaal, maar op lange termijn vaak moeilijk om te gaan garanderen. Even gaan opsplitsen in de installaties waar we vandaag over spreken. Dus aan het werkgebied dat beschikbaar moet zijn voor alle eindunits bij vollast. Dan spreken we bijvoorbeeld over de radiatoren. En dan spreken we over het moment dat effectief, ik weet niet of dat van de winter gaat zijn, het is al lang geleden, maar dat effectief min 10 graden buiten is. En dat dan effectief alle thermostaatkoppen openstaan en in vraag staan, wel dan moeten we ervoor zorgen overhands die installatie. En in satellietstations zitten we met heel vertakte installaties, zitten met heel uitgebreide, lange leidinglengtes. Dus dan moeten we zeker goed ervoor zorgen dat die hydraulische balans er is.
Die verschil druk over de regenkranen die stabiel moest zijn, dan is dat vooral in functie van onze sanitaire vraag. Daar moeten we ook voor zorgen dat dat correct is, omdat we eigenlijk daardoor een overdebiet gaan creëren over de plaatwisselaar. Dat kan dan misschien wel voor een verhoogd vermogen gaan zorgen, secundair, maar daardoor gaat onze gelijktijdigheid omlaag en gaan we verhoogde retourtemperaturen krijgen, wat we dan ook niet willen in die opstelling. En dan een derde, ja, dat die debieten compatibel zijn, is dus zoals dat ik zei, voor die plaatwisselaar, dat we dat die een vermogen hebben die gesplitst wordt over de twee kammen. Dus dat is een beetje ingekaderd, eenvoudiger benaderd. Ja, die algemene hydraulische principes die zijn dat water altijd de makkelijkste weg kiest. Dat zien we. We hebben een variabel debiet en ik denk dat dat heel duidelijk is. Ik heb daarnet al gezegd, ja, die sanitaire vraag, dat is zeer, zeer, zeer variabel. Dus in onze hoofdleiding, in onze aftakkingen en naar onze stations hebben we een variabel debiet. Omdat we een variabel debiet hebben, hebben we dus ook een variabele opvoerhoogte. En denk nu niet dat die pomp dat die zo intelligent is, of dat dat de toverstaf in uw installatie is, die altijd perfect de opvoerhoogte gaat kunnen geven dat de installatie op dat moment nodig heeft. Hè. Dus de meest uitgebreide pompen die gaan nu een vrij correcte debietsmeting kunnen doen. En in functie daarvan kunnen ze dan misschien een beetje gaan terugtoeren om de opvoerhoogte een klein beetje te gaan verlagen. We merken dat er meestal pompen geplaatst worden op constant opvoerhoogte. En dan ga je eigenlijk ten allen tijde, of onafhankelijk van het gebied, ga je een bepaalde minimum opvoerhoogte hebben. Aangezien dat de leidingverliezen bij variabel gebied, dat die terugvallen, dus dan spreken we over 80, 50, 20, of spreken we over verwarming alleen, 80% van de tijd hebben we minder dan 50% vermogen nodig, dat komt overeen met 20% gebied. 20% gebied, dat wil zeggen dat je nog 4% drukverlies in je leidingen hebt. We gaan straks die vergelijking maken als we dan een combinatie hebben van verwarming en sanitair. Maar om even te gaan schetsen, die drukverliezen die zijn meeste van de tijd eigenlijk zeer beperkt in de leidingen. Dat wil zeggen dat het overtollige komt te staan aan de voet van uw satellietstation. Leidingverliezen vallen weg, dus het overtollige van opvoerhoogte dat de pomp nog heeft, komt te staan aan de voet van uw satellietstation. En dan moeten we ook nog spreken over autoriteit. Dus aangezien dat we variabele opvoerhoogtes hebben, en die komen eigenlijk voornamelijk over die regelkranen in de stations te staan, aangezien dat opvoerhoogtes variabel zijn, is onze autoriteit dus ook variabel. En aangezien dat we nog een variabele autoriteit hebben, dan gaan we die regelcurve, of dan gaan we die kraankarakteristiek dat we willen bekomen met die regelkraan, is dat nu lineair of is dat nu proportioneel, EQM, die gaan we nooit niet verkrijgen, die gaat altijd gaan verschuiven. En wat merken we dan in praktijk? Variabele opvoerhoogtes. Ja, dan gaat die regelkraan open en sluiten, open en sluiten, open en sluiten in functie van de temperatuur dat je meet. Maar dan heb je eigenlijk een pendelende regeling en niet de beste, niet de hoogste energie-efficiëntie. Dus dit is een begrip dat vaak vergeten wordt als we spreken over satellietstations of installaties met satellietstations. Wat zijn nu de mogelijke gevolgen? Ja, ik heb er al een aantal van aangehaald. Eerst en vooral, en dat is hetgene wat dat dan de groepering van huurders of van eigenaars u mee rond de oren gaat slaan, dat is dat comfort, discomfort bij de eindgebruiker. Dus die een variërende ruimtetemperatuur heeft, of zelfs een ruimtetemperatuur die nooit niet behaald wordt, die nooit niet correct behaald wordt. Dat is één. En twee, ja, dat is het niet onder controle krijgen van die gewenste retourtemperatuur. Kan één van de oorzaken zijn, misschien naast de rest van de opstelling van de installatie, kan één van de oorzaken zijn van die hydraulische, kan daar de oorzaak van zijn. Maar nu is de vraag dan altijd, en dat is hetgene dat ik ook meestal krijg, maar hoe moeten wij dat nu gaan inregelen? Als er een STAD geplaatst wordt, als er een STAF op de voeten van, of een inregelkraan op de voeten van de aftakkingen of van de stijgleiding geplaatst wordt, op welk debiet moet ik dat gaan inregelen? Dat is de vraag die eigenlijk meest voorkomt, hoe moet ik dat correct gaan houden? Nou ja, dat is inderdaad niet zo eenvoudig. Maar een voorbeeld nemen. Dit is een voorbeeldje. Ik denk in totaal zo'n 37
stations. En dan zien jullie daar, ik hoop dat dat voor iedereen even duidelijk te zien is, dan zien jullie daar eigenlijk een linkergedeelte en een rechtergedeelte. Dat is dan duidelijk, allez, duidelijk, dat is een noord- en een zuidkant. En jullie zien dat dat op zich al heel vertakt is. We hebben hier twee stations, maar dan zijn dat de laatste. En dan is er juist één op het eerste verdiep en één op het vierde. En dan op andere manier verdeeld. Hier hebben we nog een keer een extra vertakking. Dus daar als eerste, het eerste zicht op is niet zo'n eenvoudige installatie qua structuur, laten we zeggen. Hier hebben we dus wel die platenwisselaars, dus dat zal wel ergens van een warmtenet of zo zijn. Dan zien jullie hier primair die pompen zitten, actieve collector. Er wordt hier gewerkt met een tweeweg menginjectie, waar dat er dan secundair pompen geplaatst worden, terugslagkleppen, om ervoor te zorgen dat je altijd die temperatuur houdt. En dan die aftakking op die manier. Hier ingeregeld in regelkranen aan de voeten. Op de bypass staat er een drukgecompenseerde regel en in de regelkraan om daar dat minimumdebiet te voorzien. En dan de stations, daar is er ook een schets van in voorzien, maar dat heb ik nu even er niet bij genomen. Stations, waar dat er dan de aftakking is met twee afzonderlijke regelkranen, sanitair en verwarmd. Daar kom ik straks even op terug. Dus dit, ja goed, mocht dat nu voorgeschreven zijn met inregelkranen, of mocht dat nu zo uitgevoerd worden met inregelkranen, welke debieten moet je hier gaan inregelen? Welke debieten moet je bijvoorbeeld aan die aftakking hier gaan inregelen? Want je kunt wel gaan vaststellen, maar oké, we hebben een gelijktijdigheid, maar ja, met welke gelijktijdigheid ga je daar rekening houden en hoe ga je dat dan in concreto doen, zodanig dat je de juiste debieten inregelt? Dat is vaak een moeilijkheid. Dus daarvoor dat voorbeeldje even verder uittypen. Dus we hebben 37 woonenheden. Ik ga subiet op de vragen antwoorden. Ja. 37 woonenheden. Ik heb een 47 kilowatt platenwisselaar als voorbeeld genomen. En ik heb een woonenheden met 5 kilowatt aan verwarming. Wat dat in die appartementen soms al vrij veel is. Debietverwarming, een delta T van 20, kom ik op 215 liter. En debietkoeling, sanitair warm water, kom ik primair op 971 liter per uur. Kom er straks nog op terug hoe dat ik ertoe gekomen ben. Of 16 liter per minuut van 10 naar 50 graden. Laten we nu zeggen dat de voorlopig stellen dat delta T primair, secundair, dat die gelijk zit. Dan heb ik dus een totaal debiet. En je ziet dat het hoogste debiet dat in mijn sanitair warm water zit, dan heb ik een totaal debiet van 35.900 liter. Wat dat dan natuurlijk een theorie is, maar we gaan nooit niet alle sanitaire debieten gaan optellen of samen gaan tellen. Maar in theorie zouden we hier dus een buis hebben van onder en 8, BN onder en 8. En die zal een drukval hebben van 115 pascal per meter. En dat is natuurlijk voor ons hoogdebiet, dat is voor die eerste aftakking hier. Eenvoudig gesteld. Natuurlijk gaan we met de gelijktijdigheid rekening gaan houden. En zoals dat ik in de inleiding al zei, ja, die gelijktijdigheid, je kunt dat op veel verschillende manieren gaan benaderen. Ik heb hier één mogelijk voorbeeld genomen, dat je de gelijktijdigheid gaat nemen in functie van het aantal appartementen. En daar ga je die formule daar hanteren, dus dat is 0,8 gedeeld door de wortel van 3 keer uw aantal appartementen, min 1. En dan kom je een factor uit, bijvoorbeeld 0,07 als gelijktijdigheid. Er bestaan daar tabellen van, er bestaan daar rekenmethodes van, er bestaan daar heel veel verschillende manieren van. Ik ga hier eentje tonen hier in de inleiding. En straks kom ik tot een mogelijke oplossing dat dan door onze collega's van Oostenrijk voorgesteld wordt, omdat zij ook satellietstations verdelen op de Oostenrijkse markt. En dat is ook een correcte benadering om dat te gaan zien. Dus bij gelijktijdigheid kunnen we zeggen, we hebben of we houden rekening met een totaaldebiet van 12.684 liter. En dan hebben we een buis nodig van 76 mal 1,5 staal verzinkt. Spreken hier nu voorlopig over staal verzinkt. En die zal een drukval hebben van 96,6 pascal per meter. Dus ik denk dat het wel al voor zich spreekt dat we die buis gaan bekijken. Maar natuurlijk, die 96,6 pascal per meter in dat eerste gedeelte, en dan kunnen we verder gaan, dat zal
Daar zal er nog 4% van overblijven als we nog de helft van belasting hebben, dus eigenlijk bijna altijd in die installaties. Oké, ik ga eerst even kijken naar de vragen. Ja, ik heb een vraag wat dat de kortsluiting is tussen die twee pompen hier. Wel, ik heb daar ook zitten naartoe kijken. Ik denk dat dat de veiligheid is dat ingebouwd is. Want als ik ga kijken naar die kranen zijn normaal gesloten. Dus die zullen dienst doen op het moment dat er een probleem is met een van die twee secundaire pompen. Veronderstel ik. Maar daar is ik eigenlijk niet voor te raden gaan bij het studiebureau wat dat ze daar juist mee bedoelden. Maar ik denk dat dat het gegeven gaat zijn. En dan een tweede vraag. Een correcte opmerking, meneer Van Hinkel, en inderdaad, ik kom daar nog op terug. Ja, ik kom erop terug. Ja. Dit is dus het voorbeeld, heel theoretisch benaderd. Een aantal voorbeelden die jullie waarschijnlijk bekend gaan voorkomen, en het is niet mijn bedoeling om daar waardeoordelen aan te geven, maar ik heb gewoon gekeken naar de stations dat we wel een keer tegenkomen, en ik wou gewoon hier dus opsplitsing maken over hoe dat de opstelling kan gebeuren van zo'n station. Wat is het idee hier? Het idee hier is dat je twee regelkranen hebt. Dus eentje op de verwarming en eentje op sanitair. Dan hebben we een drieweg mengkraan die ook kan aangestuurd worden in functie van de verschillende temperaturen dan. En hier hebben we vloerverwarming, dus daarom wel degelijk een verlaagd regime. Je weet jullie, we zitten hier primair... Zitten we met, laten we zeggen, minimum 60 graden. Vloerverwarming liefst niet. Hè? Dus dan gaan we ergens een 40 graden, een 40, 30 regime op loslaten. En dan hier hebben we ons sanitair aftakpunt. Het is zo dat op het moment dat er sanitaire vraag is, dat wordt dan gemeten in functie van de temperatuur. Als er sanitaire vraag is, dan zal de kraan, de regelkraan hier op de verwarming gaan sluiten. En dan gaat het volledige debiet dat hier primair klaar kan staan, zal dan over de platenwisselaar zijn om dan het vermogen op te wekken van de sanitair kant, sanitair warmwater, en dus op die manier de regeling gaan doen. Dit is een drieweg mengopstelling en dit is dan eigenlijk elektronisch geregeld. Die zal bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat die 60 graden, wat ik van sprak, dat die altijd aan de voet van het station blijft liggen als er geen vraag is. Door die klep even te openen totdat er circulatie is en dat er daar dus altijd een hoge temperatuur klaar ligt. Dus dat is inderdaad de opstelling van deze. Als we dan naar een andere gaan kijken, dan is dat eerder, laten we zeggen, mechanisch geregeld. Omdat er hier ook wel een stukje regeling in zit. Maar dan zullen we hier met een soort voorkeurschakelaar. Dat noemt dan in dit geval een PM-regelaar, een soort voorkeurschakelaar die op het moment dat er sanitaire vraag is, die volledig gaat omswitchen naar de sanitaire kant, of naar de platenwisselaar, en dan zijn volledig debiet, volledig of proportioneel, dat debiet over de platenwisselaar laten lopen en op die manier dan dat sanitaire warmwater te gaan opwarmen, dat hier binnenkomt. Dus we hebben hier koud water die binnenkomt, loopt over de platenwisselaar en takt onmiddellijk ook af naar de koudwaterpunten. En daar hebben we dan ons warmwater die opgewarmd is via het warmwater hier van de vertrekleiding. Retourleiding hier en dan zal dit proportioneel gaan openen. En dit is het gedeelte verwarming of radiatoren. Aangestuurd door een thermostatische kraan die dan gepiloteerd wordt door een ruimtevoeler en een motorke. Dit is heel snel, heel eenvoudig de opstelling. Nu, wat zien we hier? En dat is voor mij allereerst heel belangrijke. We spreken over vrij grote benodigde drukverschillen. We spreken over drukverschillen over de platenwisselaar die 40, 45 kPa nodig zijn. We komen straks ook nog even op terug. Bij het maximaal debiet. Die grote drukverschillen die staan hier klaar voor dat satellietstation. En natuurlijk is dat een beetje niet vast als we dat volledig op onze radiatoren zouden gaan steken. Dus hier zit een drukverschilregelaar tussen om te gaan reduceren naar hetgeen dat we nodig hebben voor radiatoren, 20 of 15 kPa.
Dus dat is al een eerste belangrijke. Als we een stapje verder gaan zien, en dit is dan het satellietstation dat door onze Oostenrijkse collega's verdeeld wordt. De basis daar is Hertz, maar we hebben onze eigen componenten daarin verwerkt. En dan zie je eerst en vooral, dus ik ga even de pijltjes erbij zetten, we komen hier binnen met warm water, dus vanuit de stookplaats. Dan hebben we ons retourwater van naar de ketel. Dan hebben we onze aanvoer van, in dit geval, radiatoren. En de retour van de radiatoren. En dan hebben we het koud water dat binnenkomt, dat ook onmiddellijk aftakt naar de koude aftakpunten. En dan hebben we het warm water die opgewarmd wordt via de platenwisselaar. Dus een beetje dezelfde opstelling als dat jullie gezien hebben bij de vorige tekening. Hier ook zo'n voorkeurschakelaar die zal gaan openen in functie van. Nu, de volledige constructie van het station ga ik in dit webinar besparen. Maar wat jullie hier wel zien, is dat we een drukverschilregelaar hebben op de inlaat. En een drukverschil, een compact DP, over de radiatorkring. En waarom is dat nu zo van belang? Dus ik spreek die platenwisselaars, die hebben een vrij grote drukval nodig. Dus sowieso moet je de radiatorkring al gaan beschermen. Op het moment dat je meer dan 20 of 25 kPa drukverschil over een radiatorkraan gaat steken, dan heb je geluid. Garantie. En dat mag het beste merk zijn. Je hebt sowieso geluid, dus die kring die moet beschermd worden. Maar nu, aangezien dat we variabele drukverschillen hebben, en dus ook variabele opvoerhoogtes aan de voeten van dit station, dan moeten we dit ook gaan beschermen en moeten we er ook voor zorgen, aangezien dat we vrij vertakte installaties hebben, dat we hier ook niet meer drukverschil klaarzetten dan dat nodig is. Want een verhoogd drukverschil op een klassieke regelkraan die niet drukgecompenseerd is, zal voor problemen zorgen, zal voor overdebieten zorgen. Overdebieten, je hebt dan weer die gevolgen wat ik daarnet van sprak, als resultaat. Dus daarom is het eigenlijk noodzakelijk om de ingang van je station ook van een drukverschil te gaan voorzien, te gaan regelen. Dus daar kom ik straks nog even op terug. Dus de compact DP en een drukverschilregelaar, proportionele drukregelaar. En dus, zonder gemerkt dat ik niet te veel in detail wil gaan over de verschillende stations, maar de conclusie hier is dat dat waterrijdig inregelen dus altijd afhankelijk gaat zijn van het type toestel dat gebruikt wordt. En daar wil ik heel, heel duidelijk in zijn. Er zijn merken die alles voorzien in hun station. Maar er zijn ook merken die, om dan economische redenen soms, niet alles voorzien in dat station. En hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat die installaties ook waterzijdig nog correct ingeregeld zijn, dat dat comfort gegarandeerd is? Dat is de suggestie dat we hier gaan doen. Dat is enerzijds, dus ofwel doe je een drukverschilregeling aan de voeten van de aftakkingen, ofwel een drukverschilregeling of een drukgecompenseerde regel- en inregelkraan aan elk station, voor elk station. En een tweede, dus los van die hydraulische balans, een flow control voorzien als bypass van de aftakkingen indien dat niet voorzien is in het toestel zelf. Dus daar wil ik heel duidelijk in zijn en dat was ook een van de opmerkingen dat ik daarnet krijg. Dus het is niet altijd nodig om die bypass bovenaan te gaan voorzien als dat voorzien is in het station. Dus dat klopt inderdaad. Maar om dat te garanderen, of althans voor ook daar dat debiet te gaan garanderen, want het is niet omdat er een RTL ingebouwd is of een retourtemperatuurbegrenzer die zal openen op het moment dat de temperatuur zakt, dat ook daar dat debiet onder controle is. Maar in principe is dat al voldoende. Inderdaad, die flow control. En dan ook nog een superbelangrijke, vaak vergeten, die verwarmingsdebieten die moeten correct ingeregeld zijn. In dat voorbeeld dat ik daarnet aangegeven had, was het regime voor radiatoren, ik had het bepaald op 20, was daar bepaald op een delta T van 30. Een delta T van 30, dat betekent dat de impact van uw debiet, en dat heeft dat te maken met thermische efficiëntie, de impact van uw debiet in verhouding veel groter is op zijn vermogen. Dus vermogen, afgegeven vermogen, ruimtetemperatuur, schommelingen. Een delta T van 30 moet je
veel nauwkeuriger die bit gaan inregelen, tot 7% nauwkeurig, om de juiste stabiele ruimtetemperatuur te kunnen bekomen. Dus als u in uw radiatorkring die bit niet correct krijgt, ja, dan ga je ook uw comfort niet bekomen en gaat uw ruimtetemperatuur geïmpacteerd zijn. Dus een drukverschilregeling aan de voeten van de kringen. Waarom? Wel, dat ziet er dan zo uit. Dat is dus een ESTIA-D in combinatie met een ESTIA-P in ons geval, een drukverschilregelaar. Dit is met een capillair verbonden en aangezien dat je deze instelt en dat daar een veer actief gaat zijn op een membraan, gaat het gedeelte hierachter zal altijd stabiel zijn in drukverschil. Nu, waarom is dat? Maar je kunt zeggen, ja, maar er zit toch eentje in die radiatoren. Sorry, in die aanvoer van die radiatoren. Ja, maar stel ons dat voorbeeld hier nu. En stel dat we 20 keer 150 Pascal per meter hebben. Dus ik heb hier een buis geselecteerd aan 150 Pascal per meter. Wat dat niet weinig is, moet. En ik heb 10 meter aanvoerlengte genomen. Dus 10 meter aanvoer en retour, 150 Pascal per meter. Kom ik op 3 kPa. Drukverlies bij nominaal debiet. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stijgkolommen. 8 keer die 3 kPa is 24 kPa. Dus dat is 24 kPa dat mijn pompje hier moet geven om bij het nominaal debiet hier aan de voet van die kring het benodigde drukverschil te kunnen leveren voor de kring. Maar aangezien dat ik hier 24 wil leveren en hier aan die voet van de kring, heb ik dus eigenlijk 24 te veel. En dat is nu hetgene dat we gaan doen met die drukverschilregelaars. Dat is hetgene dat eigenlijk te veel is, hier al gaan wegsnoeren aan de voeten van die kringen en de kring enkel voorzien van hetgeen dat nodig is. Als we dat niet doen, ja, dan hebben we hier sowieso een te grote, een te hoge opvoerhoogte en gaan we daar problemen hebben. Waarom spreek ik over een drukverschilregeling en niet over een inregelkraan? Omdat het heel eenvoudig is om het drukverschil te bepalen dat je nodig hebt in die kring. Dat zal vrij eenvoudig te berekenen zijn. Een inregelkraan correct gaan inregelen, dat is iets heel anders. Dus het is daarom variabel debiet, de voeten van de kringen voorzien van een drukverschilregeling. En dan heb je altijd hetgeen dat je nodig hebt in de aftakking. En veel eenvoudiger in te stellen. Ofwel gaan we die drukverschil gecompenseerde regel- en inregelkraan voorzien aan elk aftakstation. En die zal ervoor zorgen dat dat debiet, en dat dan berekend is op sanitair warm water, dat die altijd gemaximaliseerd is. Dus automatisch krijg je een correcte waterzijde inregeling. Je zorgt ervoor dat die debieten correct zitten. En je zorgt er ook voor dat die debieten nooit niet gaan boven dat nominaal debiet van het aftakstation gaan lopen. Omdat je dat verkrijgt, omdat je ervoor zorgt dat dat die limitering erin zit, ja, dan zorg je eigenlijk voor een vergrote gelijktijdigheid op de andere stations. Je kunt die ook een stukje fijner gaan afstaan in functie van hetgene dat reëel achter de platenwisselaar zit. Is dat 17 liter per minuut dat je nodig hebt, of is dat minder? Je kunt dat is een compact P of modulator dat hier geplaatst is, zonder motor, kunt perfect gaan instellen in functie van het debiet dat dan secundair gevraagd wordt. En een derde, en dat is heel vaak iets wat erachter gevraagd wordt, nadien dan ook, is je kunt meten. Je kunt je beschikbaar opvoerhoogte gaan meten en je kunt je debiet gaan meten en op die manier ook gaan instellen. Dus er zijn satellietstations waar dat er zaken in voorzien zijn, maar zo'n extra kraantje voorzien en daar uw debieten kunnen op meten, dat is al een grote handigheid en dat geeft veel meer inzicht in de installatie. En dat spreek ik ook over nadien, mochten er zich problemen gaan voordoen. Dus dit is hetgeen dat we dan eigenlijk proberen altijd voor te stellen. Dat is die drukverschil gecompenseerde regel- en inregelkraan aan elk aftakstation. En dan ga je ervoor zorgen dat er nooit geen overdebieten zijn over je platenwisselaar. En dat zorgt voor de vergrote gelijktijdigheid in de rest van je installatie. Okay. Dan een flow control. Als dat dan niet voorzien is in station of niet op door u gewenste manier voorzien is in station, dan kun je een minimum debiet, en dat debiet kunnen dan
berekenen in functie van de retourtemperatuur dat je wil hebben maximaal. Kun je ofwel een compact P ofwel een modulator ook gaan plaatsen zonder motor en instellen op dat debiet. Natuurlijk heb je daar wel altijd een overdebiet. Dat gaat altijd dan het overdebiet zijn van die 5%. Maar waarom spreken we over deze? Ook over een combinatie STAP en STAD. Wat dat hier nu een regelkraan is, dat mag hier gewoon een inregelkraan zijn ook. Wel, staat hier wel verkeerd opgesteld als we van rechts komen. Omdat als je daar een STAD zou plaatsen op die bypass, ja, het debiet dat dan door die bypass gaat, is ook afhankelijk altijd van de beschikbare opvoerhoogtes. Dus dat gaat altijd een variabel debiet zijn, terwijl dat hier weer een constant debiet in krijgt. Stelt dat op het minimum in, doet die berekening goed van retourtemperaturen en dan is dat een goede oplossing. Deze is zeer eenvoudig in te stellen, enkel op debiet. En deze is dan ja, een stukje extra inregelwerk, maar ook doenbaar. Maar dat is dezelfde, in principe dezelfde opstelling flow control. Maar zoals gezegd, niet nodig als het voorzien is op de correcte manier in het station. En als er een ATG-attest, ATGE-attest in het verhaal is, dan mag het zelfs niet. Als ik me niet vergis. Dan heel belangrijk, die verwarmingsdebieten inregelen. Ja, kan het niet genoeg benadrukken. Onlangs zat ik in een heel concrete installatie, waar dat er een discussie was over retourtemperaturen. En die retourtemperaturen, die zullen beïnvloed zijn. Stel dat je enkel verwarmingsvraag hebt, dan zullen die natuurlijk beïnvloed zijn door je retourtemperatuur dat je hebt over je radiatoren. Maar sowieso ook, voor dat comfort hoog te krijgen, is het belangrijk dat die radiatoren ingeregeld worden. Dus die delta T van 20 of van 30, dat kun je gaan bekomen door uw radiatorkraanwerk te gaan selecteren met een voorinstelbare KV en die KV-waarde juist te gaan instellen. Een tweede mogelijkheid, en dat is ook een stukje eenvoudiger, dat is een radiatorkraanwerk met een automatische debietregeling of AFC-technologie. Daarmee stelde uw debiet in. Eens dat uw debiet ingesteld is, dan gaat er nooit geen debiet aan overschreden worden, dus uw maximum debiet is ingesteld en uw delta T is gegarandeerd. Als we over vloerwarming spreken, ziet er zo uit, oranje kapjes. Als we over vloerwarming spreken, dan bestaat er dus een vloerwarmingscollector met een debietsinstelling. Dan ga je daar ook op die manier je debieten gaan instellen. Maar die vloerwarmingscollectoren met debietsbegrenzing of met die AFC-technologie, die bestaan ook. Opnieuw daar, heel eenvoudig in te stellen, het debiet, dat wil zeggen dat 50 liter per uur is, 50 liter instellen. En wat dat dan veel gaat zijn voor een kleine vloerverwarming, maar goed, dat wil zeggen, als voorbeeld 50 liter per uur. En uw overdebiet gaat nooit niet het geval zijn. Dus belangrijk, die verwarmingsdebieten ook niet vergeten in te regelen of als studiebureau een inregelrapport daarvan op te vragen. Hoe gaan we nu correct dimensioneren? En ik vrees dat ik dat vrij snel ga moeten doorlopen, omdat we nog een vijftal minuten hebben. Dus het is belangrijk, als je correct functionerende stations wil hebben, dat je ook gans het systeem correct moet gaan dimensioneren. Ik ga misschien proberen tot de essentie te komen hiervan. En weet dat dat de manier is waarop dat mijn Oostenrijkse collega's dat doen. Oostenrijk of Zwitserland, zou kunnen zijn dat ik mij altijd vergissen ben. Dus op de manier dat zij het doen, 1. Natuurlijk het benodigde debiet berekenen, retourtemperatuur bepalen van die primaire kring, buisdimensionering gaan garanderen. Dan moeten we natuurlijk, als we in dit type opstelling met een mengkraan gaan werken, de selectie van die mengkraan correct gaan doen, het buffervat correct gaan dimensioneren, het expansiesysteem correct gaan dimensioneren en dan denk ik dat we er zijn. Naar opstelling is dit hoe dat we het dan meestal gaan adviseren. Dit is een installatie met een ketel radiatoren. En dan hebben we een buffervat. Een buffervat, daar komen we straks nog op terug. Die zal eigenlijk het teveel aan vermogen dat de ketel kan geven, zal hij gaan bufferen om die piekvermogens te gaan opvangen.
Dus buffervat, wat is een tweede voordeel van dat buffervat? Dat is dat je de retourtemperatuur beter kan controleren. Dus we hebben dan een aanvoer. Aanvoer die in functie van de vraag of buitentemperatuur of gelijk wat hier met een driewegkraan zal aangestuurd worden. Waarom? Om een zo constant mogelijke aanvoertemperatuur. Ja, natuurlijk is dat niet in functie van buitentemperatuur. Dat is in functie van dit 60 graden minimum. Om daar een zo constant mogelijke aanvoertemperatuur te garanderen. Dus hier gaan we met een voeler gaan werken achter die pompjes en daar dan die driewegklep gaan opensturen en daar altijd die hoge aanvoertemperatuur garanderen. In deze stations zit er een retourtemperatuurbegrenzer, maar zit er ook een ventiel die zal schakelen op het moment dat de aanvoertemperatuur zakt. Dus bij stilstand gaat er daar ook een minimumdebiet ontstaan in de station zelf. Dus daarom is er hier geen lus of zo getekend. En dan op de retour natuurlijk vuilafscheiding en drukbehoud. En dan keren we terug naar onze kit. Als we naar hogere temperaturen primair gaan kijken, hier kan er natuurlijk nog alles aangekoppeld worden. Hogere temperaturen primair. Dan kunnen we een dubbele opstelling maken van die buffervaten en dan op dezelfde manier gaan vertrekken naar de stations. STAD's hier, die zijn geplaatst enkel om die debieten daar te kunnen inregelen. Sorry, debieten te kunnen meten. Die zullen in principe niet gebruikt worden om mee in te regelen. En om te vereenvoudigen naar selectie toe, werken we met een aantal diagrammen. Dus eerst en vooral dat debiet van het verwarmingswater. Gaan we zien, is afhankelijk van een bepaalde aanvoertemperatuur. Dus om uw sanitair warm water te gaan opwekken. Dus laten we zeggen dat we ons drinkwater gaan opwarmen van 10 graden naar 50 graden. Dan kunnen we in een tabel gaan kijken, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, naar het benodigde debiet. Dus in ons voorbeeld hier hebben we 15 liter op een aanvoertemperatuur van 60 graden. Dus dat komt neer op 850 liter. We kunnen dat ook met een berekening doen. Ik denk dat dat iets visueler is om te gaan zien of om te gaan besluiten hoeveel debiet dat we primair nodig hebben. Dus we zien hier ook dan het benodigd vermogen. Dat zal natuurlijk de hoofdbrok zijn in die installatie, dat is het sanitair debiet. Retourwatertemperatuur kunnen we ook bekijken in een diagram. Dus dat kunnen we gaan zien bij die 15 liter per minuut. Water aan die 60 graden hebben we een retourtemperatuur van 18 graden. Dat is natuurlijk nu specifiek aan deze platenwisselaar en deze opstelling. Maar we kunnen vanuit de grafiek gaan afleiden wat dat de retourtemperatuur gaat zijn. Dus dit hier 18 graden. Dus we nodigen het drukverschil. Je weet ook, drukverschil is altijd in functie van het debiet dat er doorgaat, is een exponentiële curve. Dus bij 850 liter 42 kPa. Dus we hebben bij dat sanitair warmwaterdebiet van 17 of die vraag van 17 liter per uur, hebben we een drukval over de plaatwisselaar van 42 kPa. Verder, en excuus dat ik nu wat snel aan het gaan ben, maar ik wil niet te veel over tijd gaan. Een blokje van 16 appartementen als voorbeeld en nu 3 kilowatt per radiator. Een delta T van 20 en 15 liter per minuut sanitair warm water. We nemen twee kringen, twee verschillende takken. En we gaan kijken naar het nodige debiet. En we gaan naar dit deeltje krijgen. En we gaan ook kijken naar de juiste buisdiameters. Dus we nemen carbonsteel of staalverzengde leidingen als voorbeeld. Laten we zeggen dat we sanitair warm water hebben van 15 liter per minuut. Dat we willen bekomen 50 graden. Verwarming met radiatoren 3 kilowatt per appartement en een delta T van 20. Dan gaan we gaan kijken in de tabel, in deze tabel hier. En weten we natuurlijk dat verwarming altijd 100% is en sanitair warm water dan volgens een gelijktijdigheidsfactor. Dus we zien hier voor die 3 kilowatt een delta T van 20, 129 liter. En 857 liter voor het sanitair warm water. En natuurlijk, als we 10 appartementen nemen, hebben we 1290, dus gewoon vermenigvuldigd met 10. Maar hier zit er een gelijktijdigheid in, en dat is dan volgens een eigen berekening, en die gelijkaardig is aan de formule die ik daarnet getoond heb.
Dus het debiet sanitair 3121 en verwarming 1290. Totaal debiet 3948. En dan kunnen we voor staal, voor PEX en voor carbonstaal kunnen we, of carbonstiel of staalverzinkte leidingen, kunnen we de diameter gaan bekomen, de drukverliezen bekijken en de snelheid. Dus in ons voorbeeld hier gaan we gaan kijken naar dit gedeelte. En voor dit gedeelte gaan we dan respectievelijk kijken naar gelijktijdigheid in die tabel voor dit gedeelte van 4 stations. En dan gaan we gaan kijken voor dit gedeelte hier van 2 stations en voor dit gedeelte van 1 station. Dus respectievelijk 1, 2 en 4 stations. Dus we gaan daar gaan kijken. Voor dat ene stationtje, dus voor die laatste te voeden, kunnen we met een 28 gaan werken. Heeft een drukval van 136 pascal per meter. 2 zullen dan met een 35 moeten gevoed worden en 4 zullen gevoed moeten worden met een 42. En op die manier hebben we, ik kan het er van eens keer allemaal opzetten, hebben we onmiddellijk gezien, dus voor die 857 liter heb ik een 28, dus 136 pascal per meter. Enzovoort, enzovoort. En dan kan ik uiteindelijk voor zo volledig gaan afwerken. En dan om de volledige opverhoogte van mijn pomp te gaan bepalen, dan heb ik maar al die lineaire drukverliezen te gaan vermenigvuldigen met de leidinglengtes. En daar dan de T-stuk met filters en alle andere materialen. En dan het station bij te nemen. En dan kan ik mijn benodigde opverhoogte. En dat is ook een belangrijke. Want we moeten daar correct kunnen die opverhoogte gaan bepalen, dat die pomp niet te veel staat te geven, om daar ook zo energie-efficiënt mogelijk te werken. Oké. Dimensionering van de mengkraan, ik ga hem niet uitwerken, omdat er daar verschillende mogelijke manieren zijn, maar we raden aan om daar met een dp van 10 kPa te werken. Dus in ons voorbeeld gaan we iets hogere dp hebben, wat dat oké is. Want er wordt gewerkt met een buffervat. En dan is onze autoriteit altijd oké. In theorie kun je lagere drukval gaan nemen. Maar ja, we weten dat we vrij grote drukverschilvariaties hebben. En debietsvariaties hebben. Sorry, grote debietsvariaties hebben. Dus daarom beter een hogere dp. Correcte installatie van de mengkraan heb ik er puur informatief bijgestoken. Omdat verschillende diameters een andere opstelling hebben. Dus een 316... En die in 25 tot 65 heeft een andere constructie dan bij ons in die in 80 tot 150. Dus om daar misverstanden te vermijden en voor de volledigheid heb ik dat er even bijgenomen. En dan de dimensionering van het buffervat kunnen we gaan bepalen. Zoals dat ik zei, mogen we niet vergeten dat één station een vrij groot sanitair vermogen neemt. Of een vrij groot vermogen neemt. Dus omdat we vrij grote variaties daarin hebben, is dat buffervat van belang. En de warmtebron die zal dan het totale vermogen moeten geven en die sanitair warmwaterproductie voorzien. Dus in theorie gaan we gaan kijken, we kunnen hier een voorbeeldje nemen, we gaan het verschil gaan nemen tussen het geïnstalleerde vermogen en het benodigde verwarmingsvermogen. En dan kunnen we hier bijvoorbeeld besluiten dat is 70 kilowatt en dan een buffergrootte van 800 liter. Mochten we nu een grotere ketel geselecteerd hebben, dan wordt onze buffergrootte kleiner. Dus dat is ook af te leiden uit die tabellen die erop gesteld zijn door mijn collega's. Naar drukbehoud toe. Ik denk dat dat een van de laatste slides is. Dus voor een correcte dimensionering van dat systeem, dan moeten we de waterinhoud kennen. En we kennen de vuistregel, we kunnen hier even gaan toepassen voor een systeem met radiatoren. Dus een systeeminhoud is dan gelijk aan het geïnstalleerd vermogen in kilowatt, maal 9,42, vuistregel zoals ik zei, plus het buffervolume. En dat wordt dan in ons geval 1410 liter. En als we dan het gebouw nemen van 12 meter hoog, veiligheidsklep van 3 bar en een maximum temperatuur van 85 graden, kunnen we met die expansiefactor het volume gaan berekenen. Druktrap gaan bij beschouwen en komen we tot een bijvoorbeeld statico is U200. Dus eigenlijk vrij eenvoudig die waterinhoud, alleen vrij eenvoudig daarvan te berekenen. Je kunt in principe ook via HighSelect het volledige systeem in HighSelect steken en dan de plaatwisselaar erin opnemen en dan gaat hij ook de volledige waterinhoud van het systeem meegeven.
Kan ook op een eenvoudige manier met een tabakken. Dus het regime en dan de inhoud van de buffervat. En dan gaat hij ook een SU-vat voorstellen. Of zoals ik zei, in HiSelect ook vrij eenvoudig te gaan verrekenen of gaan bepalen. Even kort over de, omdat ik zei ook in mijn inleiding bij de vijf sleutels dat die statische druk zo constant mogelijk moest zijn. Dat kun je eigenlijk best van al met een constant druksysteem. In dit type installaties zien we meestal de simply compressor naar boven komen. Ik neem hem even mee, omdat de simply compressor vrij nieuw is. En daar heb je eigenlijk een 80 liter vat die uitbreidbaar is met nog een keer een 80 liter vat. Maar omdat je dus een constant druksysteem hebt die ook een mogelijkheid heeft om te communiceren, om terug te koppelen, zijn die jaarlijkse voordrukinspecties dus niet nodig. Je hebt de communicatie en twee, hij zal geen voordruk gaan verliezen zoals een variabel druk vat. We hebben connectiviteit, zoals ik zei. Die is geschikt voor gebouwen tot 5 verdiepingen. Dus die multiresidentiële gebouwtjes die niet te hoog zijn, waarvan we toch vrij veel van zien de laatste tijd, daar kan de simply compressor perfect geplaatst worden. Tot 400 kilowatt in verwarmingscapaciteit. Waarom wordt die vaak geplaatst? En de voorkeur ten opzichte van een SU bijvoorbeeld, of een vat met variabele druk, omdat die vaten in verhouding altijd veel groter zijn, omdat de druktrap veel groter is daar. Dus dit is dan ten opzichte van een standaard compressorsysteem 35% compacter en een stuk lichter. Voilà. Mijn excuus dat ik de laatste 15 minuten iets sneller gegaan ben, maar de hoofdbedoeling was om een introductie te doen. En zoals ik ook zei, die waterzijdige balans was voor mij het belangrijkste voor vandaag. Na het afsluiten van dit webinar gaan jullie een kleine enquête hebben. Hou mij even meegeven wat je vond van het webinar op een schaal van 0 tot 10. 0 bar slecht en 10 heel goed. En wees alstublieft eerlijk. En dan een tweede vraag dat jullie daar krijgen is de vraag waar dat je meer info over wil. Dus ik weet, die webinars zijn kort, maar aan de andere kant kan ik ze ook niet langer gaan geven, want dan verslapt de aandacht en dan weet ik dat dat niet ideaal is. Dus webinars altijd een introductie tot, als je meer info wilt, in de enquête die volgt, hierna afsluiten webinar, kun je een aantal opties aangeven. Of mij nadien een mail sturen, dat blijft eigenlijk hetzelfde. Dan ga ik juist nog een keer even kijken naar de vragen. Ik krijg een vraag binnen van iemand. Oh, ik kan niet te veel naam noemen. Is een BPV ook mogelijk als bypass? Dus een BPV is een proportioneel drukverschilregelaar. Die zal, of ventiel, die zal openen als de verschildruk vergroot. Dus die is meestal gesloten. Dus dan moeten we even gaan kijken naar die temperatuur, moeten we even gaan zien. Maar dat wordt eigenlijk niet zoveel gedaan, ja, omdat de zekerheid, hoe moet ik het zeggen, de zekerheid niet voldoende biedt dat die temperaturen hoog zullen blijven, dat die legionella-bescherming groot zal blijven. Dus wordt het daarom meestal met ofwel een constant debiet gewerkt, ofwel in functie van temperatuur en minder in functie van verschildruk. Als dat een antwoord is op uw vraag. En dan kan u nog eens herhalen welke toestellen u aanraadt van IMI aan de ingang van het station en voor de radiatoren. Dank u. Aan de ingang van het station stellen wij voor ofwel een compact P of een modulator. Compact P of modulator zijn drukverschilgecompenseerde regel- en inregelkranen. Lang woord om te zeggen, dat zijn eigenlijk inregelkranen, in dit geval dan, inregelkranen die ervoor zullen zorgen dat het debiet gelimiteerd is. Dus compact P of modulator zonder motor, omdat je daar in dat geval dan geen motor nodig hebt. In de kringen zelf. Dan kun je met ofwel Eclipse gaan werken. Eclipse, dat zijn de radiatorkranen
met ook eigenlijk een debietbegrenzing. Dus tussen 10 en 60 kPa gaan die ervoor zorgen dat het debiet constant blijft. Stel je in op 100 liter. Voor de radiator bijvoorbeeld, dan is dat gemaximaliseerd op die 100 liter. En het eerste dat ik gezegd had, was een voorinstelbare kV, dus de V-exact bijvoorbeeld. Maar daar moet je dan wel weer wat berekeningen gaan doen om die kV-waarde juist te selecteren. Oké. Waar zijn die selectietabellen te vinden? Ja, als er algemeen interesse is, dan kan ik jullie die wel delen. Dus dat kan wel. Die zijn nu niet te vinden op onze website. Dat is eigenlijk informatie dat ik genomen heb van onze collega's in Oostenrijk, Zwitserland. En dan Niels, waar kunnen deze slides gevonden worden? Ik ga jullie die doorsturen morgen. Dus iedereen krijgt de slides en de opname van het webinar krijg je ook morgen. Nog een vraag: hoe regel de retourtemperatuur voor een warmtepomp in de combilus? Wel, dat zal zijn in functie van het buffervat. Dus hier staat vooral wat aan mijn insteek is: als je correct waterzijde inregelt en je zorgt dat je geen overdebiet hebt en je zorgt dat je temperaturen onder controle zijn, ja, dan ga je al een veel betere retourtemperatuur hebben. En als je dan nog een slim opstelling doet van je buffervat, waardoor dat die retourtemperatuur dan ook gecontroleerd is en constant is, ja, dan ga je dus naar je warmtepomp, dan ga je ook correct zitten. Dan moet je natuurlijk dat buffervat gaan selecteren in functie van en correct aansluiten in functie van de benodigde retourtemperatuur, het afgegeven vermogen ten opzichte van het verschil van het effectief installatievermogen. En dan Vera, u sprak ook van een flow limiter voor de radiatorkring. Welk toestel van IEM is dat? Ik sprak van een flow limiter op de bypassen van de kringen. Maar anders denk ik niet dat ik over een flow limiter. Ja, dus dat was een compact. Ja, dat is niet echt een flow limiter, dat was een compact TP. Dat was dan op ons toestel. Een compact TP, maar die zal wel het drukverschil gaan constant houden of stabiliseren over de kring. Dus dat is een compact DP. Anders kunnen we er nog een keer op terugkomen nadien, Hera. En dan zie ik nog een vraagje. De aannemer stelde op tiental aftakkingen in een hoog gebouw gewoon een inregelkraan voor. Ik had als voorstel een drukverschilregelaar. Kan dit met een inregelkraan ook? En wel, dat is de moeilijkheid, hè. Tenzij dat je die inregelkraan enkel gaat gebruiken om te meten en dat je de rest van de inregeling gaat doen op een andere manier. Maar die drukverschilregelaar, die zal inderdaad een betere oplossing zijn, omdat je dan effectief aan die tak of aan die aftakking het drukverschil kan geven dat je nodig hebt en dan op die manier dan ervoor zorgt dat die overdebieten beperkt zijn. Ja. Zijn er nog vragen? Ik zie dat er ondertussen, het zijn nog heel veel mensen gebleven, dus waarvoor dank. Zijn er nog vragen? Nu, als je nadien vragen hebt, je weet dat je altijd daarvoor terecht kan bij ons. Is niet bij mij, dan is het voor Vlaanderen ofwel bij Peter de la Marche, ofwel bij Stefan van Doren, ofwel nu bij Adil Haloufi. Dus jullie kunnen met jullie vragen altijd terecht bij een van ons. En zoals dat ik zei, deze webinars zijn een insteek, zijn een begin van een aantal zaken, maar we kunnen altijd dieper gaan bekijken in een persoonlijk gesprek dan. Oké. Dan ga ik u bedanken voor jullie aandacht. Dan zien wij elkaar volgend jaar terug. Ik denk dat dit de laatste is in de Nederlandse reeks voor dit jaar. Maar jullie krijgen zeker een uitnodiging voor de komende webinars en hopelijk ook live opleidingen vanaf ergens, waarschijnlijk maart volgend jaar weer. Dus tot dan. Dankjewel.